Goedemiddag, daar ben ik weer. Zelda Play 20 terug met een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker in HD! Yeah! Zelfs de Towler heeft vandaag in HD gezegd in zijn Mario 3D World video. Yay! Oké, sorry. In deze aflevering, ik sta heel eventjes bij de Fairy Fountain waar dat wij de Big Wallet hebben gehad. Oké. Eventjes de kaart in beeld. We staan op dit moment hier. Want, ja, dat is eigenlijk zeg maar hier, op dit vakje. We hebben sowieso post, dus laten we zelf even kijken. Want we hebben één letter. Here's your letter. Dankjewel, graag gedaan. Oké, wat is mijn brief? How have you been, big brother? I'm in a pirate ship. Oh, dat is van ons zusje. Oké, ja, hij is heel erg blij. Hij is bang, maar dat is grappig. En dan gaat ze over die dingen praten. Nico, die heeft iets graags verteld. En ze hebben wat geld, verzameld. Wat ook heel erg leuk is. En dat geeft ze aan ons. Wat lief! Nou, dankjewel. Nou, de reden waarom dat we dus zeg maar hier bij dit eiland zijn aangekomen is omdat hier namelijk een submarine zit. Waar wij nog niet geweest zijn. Dus, als wij richting het... volgens mij was het richting het noorden waren. Waar gaan we naartoe? Waar gaan we heen? Daar in de verte zien we volgens mij al. Ik heb heel eventjes research gedaan. Heel erg secretly gekeken of daar inderdaad wel iets zat. Maar vergeet niet, we zitten in sidequest modus. Waar we dus zeg maar, ik weet niet hoeveel sidequests ondertussen gaan tackelen. En ik weet het... Er zijn dungeons die we kunnen gaan doen, maar vergeet niet op het moment dat we die dungeons nou gaan doen, voordat we dan pas bij het einde van de game komen, hebben we zoveel. Dus ik gebruik die dungeons gewoon als een reliefmiddel, als we genoeg hebben van de sidequest. En geloof me, Wind Waker is eigenlijk meer alleen sidequest dan dungeons. Vergeet niet, er zijn maar echt eigenlijk 5 actuele dungeons in het hele spel. Nou, ik zou met hun kunnen gaan vechten, maar volgens mij is de bedoeling om gewoon bij de overkant te komen. Dus dat gaan we nou als eerste eventjes doen. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als die minigame die je met Nico hebt gehad. Dat je daar zeg maar dan de bommetjes van krijgt. Dus handig dat we die training van Nico hebben gehad. Hopelijk is dit niet waardeloos wat we gaan doen. Want ik dacht in de vorige aflevering, daar hebben we... Vrijdag bedoel ik dan. Daar hebben we, gewoon 3 treasure charts gevonden. En al die 3 treasure charts die we hebben gevonden... bevatten niks anders, maar dan ook echt helemaal niks anders dan de Silver Ruby. Dus die treasure charts die waren eigenlijk best wel zinloos. Nogmaals, dit is een 100% run, dus we gaan voor alle treasure charts en alle pieces of hearts. Dat was geglitched. Jij zag het. Ik wil eigenlijk die Skullnecklusters hebben. Dat kost je Skullnecklusters. Ja, geef hier. Oh, sorry, waarom bemoei jij je er dan mee? Geef me je necklace. En dan steek ik je in je bits. Ik vind de vaste zeker niet erg. Ik vind de vaste zeker plezant. Nou. Gaan we nou vechten? Toch eerst even met deze schap. Met vuur gooien? Waar ben ik eigenlijk? Ik denk er wel niet waar je mee bezig bent. Het is een houten submarine. Je kilt ons allemaal, man. Is niet wijs of zo? Oké. Nou, die beesten zijn dood. Waarschijnlijk niks. Als ik die blunder niet had gemaakt met die jump, hadden we gewoon die jump gehaald. Waren we hier al klaar geweest? Maar nee, ik moet weer falen zoals altijd. Met een V. Falen met een V. Dus gewoon falen. Juist. Het is geen actueel Nederlands. Als jullie op school zitten en iemand die zegt schrijf falend of falende, is met een F. Voordat ik dadelijk weer de blame krijg dat jullie ook een onvoldoende hebben omdat jullie falende met een V hebben geschreven. Want dan is het gewoon een hele foute V. Dan is het geen fairy in een bottle. Is ook met een F, by the way. Dus, maar goed. Nee, ik wil niet klimmen. Ik wil daar naartoe. Is dat nou zo moeilijk? Anders ga ik gewoon cheaten. Ik denk dat ik gewoon ga cheaten. Zullen we gaan cheaten, kijkertjes? Kijk eens, ik heb een groot idee. Ik ga gewoon vals spelen. Die sprong is dus gemeen. Oké, nou weet je wat we gaan doen. Dan ga ik gewoon zo. Zelfde player, dat gaat niet werken. Jawel, dat gaat wel werken. Ik zeg dat het gaat werken, dus dan gaat het ook werken. We springen gewoon naartoe, we gebruiken gewoon onze Deku Leaf. Let op. 1, 2, hop, Deku Leaf. Tada, like a boss. Maar zelfde player, dat is vals spelen. Nou hè. Tenzij dat jullie me 300 keer ondertussen willen zien doen. Wat zit hierin? Spannende muziek. Een
treasure chart en ik heb geen idee wat het is, maar editor, ga je gang en laat het ons zien wat onze treasure chart is. Hopelijk is het niet weer zo waardeloos als de vorige keer. Oh ja, dan wil jij natuurlijk van mij eventjes het hintje hebben, zodat jij weet welke treasure chart dat het is en wat de reward ervoor is. Nou, dat kan ik wel voor je zorgen hoor. Het is treasure chart nummertje 22, dus ja, ik sta ondertussen stil en dat maakt het mij makkelijker met het editen. Ik denk, ja, waarom ook niet? En heel veel mensen die vinden het wel grappig dat ik het over het editen heb, maar dat is eigenlijk iets wat heel vaak over het hoofd wordt gezien bij video's maken. Maar ik ga daar natuurlijk niet te veel woorden meer aan vuil maken. Maar goed, ik zie jullie bij het volgende eiland en dan tot zo. En nou zijn we dus bij het eilandje naast de Forsaken Fortress en het is een star-shaped eiland genaamd Star Island. Wauw, origineel. Ja, we hebben die pijl al, dus Smurfish, je kunt je mondje dicht houden. Dus we zijn nu aangekomen bij het eiland naast, ja, jullie hebben net op de kaart gezien, naar de Forsaken Fortress. En dat is om precies te zijn, dat eiland. Wat kunnen we bij dat eiland? Dat gaan we onderzoeken. Sowieso zit er weer een hele grote shiny. Tenminste, dat is een hele grote shiny. Ik vind het een grote shiny. Wow, wat is dat daar in de verte? Oh, dat is de zon. Oké, nou, ik ga heel eventjes kijken waar dat ik Star Island hier op mijn kaart de dinges heb. Want dan is het makkelijk om heel eventjes te kijken. Even kijken hoor, dit is die. Ah, hier hebben we hem. Dit is van kaart 7. Dus volgens mij was 7 was alleen maar 200 rubies. Niet echt veel bijzonders. Maar ja, het werkt wel. Dus krijgen we een mooi muziekje. Ah, holy. Oké, kom maar. Geef maar. Bring it to me. Volgens mij was 7 niks anders dan 200 rubies, maar... Of het is een piece of heart en ik heb het gewoon hartstikke fout. Dat kan natuurlijk ook. Nee hoor, 200 rubies. Ah, ik had eigenlijk stiekem... Ja, jullie kennen me. Ik had stiekem gehoopt op 200 rubies. Maar goed, laten we nou maar eens eventjes gaan kijken wat Star Island ons te bieden heeft. Waarom ook niet? Nou, sowieso hebben we onze bommetjes nodig. Dat geeft mij een bommetje, een bommetje... Voor de mensen die het wel weten, nee, er zijn hier geen bomflowers. Ah, dit is wel een belangrijk eiland voor later. Wat zit hier? Ah, nee, geen, nee. Serieus, dit is geen Hyrule Warriors. Voor de mensen die het willen weten, ja, ik heb Hyrule Warriors al gehad. Dus, en ik vind hem decent. Het is wennen natuurlijk omdat het niet echt een Zelda game is, want normaal het is Dynasty Warriors. Kom op, ik weet dat er een dungeon zit. Willen jullie op donder? Allemaal op elkaar als grasmaaien het werk. That's it. Jullie vragen om een grasmaaier aanval. Jullie krijgen een grasmaaier aanval. Ah! Oké. Okay. Dat was nodig. We hebben een dungeon gevonden. Het werd een keer tijd. Dus nee, maar over Hyrule Warriors, ja, ik vind hem decent. Mensen hadden al gevraagd misschien dat ik hem wil livestreamen. Nou, ik wil er eerst eventjes een beetje meer aan onderzoeken, voordat ik überhaupt echt ga proberen te livestreamen. En volgens mij is dit een dungeon waar we dus, zeg maar, beestjes moeten gaan slaan. Gezellig. Alles kids, sterf. Hoe is het met jou? Alles kids, mooi, sterf. Hoe is het met jou? Gaat het vervelend? Ach, sterf. Monsterproblemen interesseren mij niet. Oh kijk, Moblins. Met joy pendants. Nou, die hebben we niet nodig, dus dat is helemaal mooi. Maar dit is dus een soort van marathon. Ik iets. Waarbij dat we dus zeg maar allemaal monstertjes mogen slopen. Nou ja, mij hoor je niet klagen, want ik heb een stok. Oh, hun komen aan met zwaarden. Ik ben niet bang, want ik heb mijn stok. En met die stok. Met deze andere stok. Of met deze stok. Of met deze... Nee, ik heb toch deze stok. Kan ik swingen? En daarvoor krijgen we nog een joy pendant. Oh, jij hebt zwaarden. Ik heb stok. Au. Oké, ik gebruik mijn eigen zwaard wel. Au. Hij sloeg mijn mensen zwaard. Dat is niet eerlijk. Oh, wat? Hier zie je. Ja, ik zei toch, stok is beter. Oh, en dan krijgen we ook nog eens een keer gewoon een moblins. Leuk! Nou ja, skull necklaces, daar hoor je mij niet over klagen. Die zijn altijd nog even leuk om te verzamelen. En toen waren jullie je necklace... Oh. Ha, ik zag hem aankomen. Ik ben sneller.
Dag. Dag. Nou krijgen we waarschijnlijk ook nog van die andere maloten. Nee? Bestaat alles? Oké, nou prima. Goed. Nou, dan pakken we hier heel eventjes wat bommetjes weer terug. Kijk heel eventjes stiekem op mijn klokje. Ja. Ik dacht dat dit een heel ander eiland was, maar op zich valt dat wel mee. Nou, wat zit er in het kistje? Geef mij nu de inhoud. Nou, om eventjes dan terug te komen over Hyrule Warriors. Hebben we een piece of heart! En ja, die zit ook in Hyrule Warriors. In ieder geval beschrijving van Star Island. Halalalala. Dat is nogal natuurlijk over wie dus. Ja, ik vind hem wel decent, maar ik wil er even een beetje meer zeg maar zelf aan kijken van hoe en wat. Ik wil wel meer unlocked hebben, dus ik focus voornamelijk meer op deze Let's Play. En voor de mensen die vragen hoe lang dat deze Let's Play nog gaat duren, ja, sorry dat je hem niet zo interessant vindt. Want normaal gesproken als je zo'n vraag stelt, dan vind je de Let's Play niet zo interessant. Mijn excuses daarvoor. Maar deze Let's Play die gaat gewoon door totdat het afgelopen is. En we hebben nou een paar sidequests. We hebben nog 2 dungeons te gaan. Er is nog genoeg te doen. Dus deze duurt nog wel eventjes. Mijn excuses daarvoor. Maar goed, ik zie jullie bij het volgende eilandje. Tot zo. Oh, jullie zijn nog alweer. Jullie hebben gezien op welk eiland dat we zitten. Nou, deze eilanden, die vallen eigenlijk onder een speciale groep. Zoals je ziet, het is Four Isle Reef. En zo heb je er dus 6. Voor elke domsteen heb je ondertussen eentje. Deze eilanden, ja, het is dat wij voor 100% gaan. Anders zou ik zeggen, je kunt ze gewoon skippen. Want echt de reward die je ervoor krijgt, is niet echt waarvan je zegt, ja, daar ga ik wel voor. Maar we gaan jullie dit gewoon laten zien. Wat hier de bedoeling is, je gaat alle kanonnen, die ga je neerschieten. Het is wel uitdagend hoor, daar niet van. Zeker die schepen die hier rond vliegen. En hier wil je zeker niet staan. Oh, die was bijna raak. Vergeet niet, bommen doen pijn. Zie, bommen doen heel veel pijn. Je schiet daar best wel vaak raak. Dank je. Jij bent op pot. Waar zit die andere? Oh, die zit daar. Nee, kijk, ik heb nog maar een half wachtje over. Maar goed, als je ze allemaal dus verslagen hebt, dan komt er een kistje tevoorschijn. Al deze kistjes, en dat geluid wat je nou hoort is geen treasure chart. Dat zijn gewoon allemaal van die kleine secrets die erin zitten. En dat varieert van 20 rubies naar 50 rubies of zelfs naar onzin. Dus niet echt handig als je mij vraagt. Nou, die kistjes die kun je alleen maar op één manier te pakken zien te krijgen. En die krijg je alleen maar te pakken door... Dank je. Daarna het hoogste punt te lopen van... ja, in dit geval is helemaal erachter. Van de omheining. En dan zeg maar de wind goed te zetten. En dan daar naartoe te gliden met je, ja, met je Deku Leaf. Nou, een half achtje. Ik heb toch wel voor de zekerheid Ferry bij me. Ja, weet je wat? We hebben Granny Soup. Use it! Dankjewel. Ik weet namelijk dat er in die kistjes, daar zit geen piece of heart. En de reward is altijd een treasure chart. Nogmaals, het is een 100% run, dus wij gaan voor alle treasure charts. Maar het nadeel is, de kaart die erin zit is altijd een special kaart waar je niks aan hebt. Als je het spel meerdere keren hebt gespeeld. Of als je deze Let's Play volgt. Idem dito, je hebt er weinig aan. De kaarten die er altijd in zullen zitten namelijk is, je wordt naar een locatie van een ander eiland gestuurd, zoals bij elke treasure chart. En de kist die je dan vindt is altijd een kaart die aanduidt waar dat de meeste cirkels zitten. Waar je dus zeg maar de meeste van dit soort dingen hebt liggen. Of waar alle piratenpolen zijn. Er zijn 2 interessante die er wel tussen zitten. Zoals de Big Octo Card en de Submarine Card. Dus dan weet je ongeveer waar dat die dingen zitten. Maar voor de rest zijn het allemaal van die onzinkaarten. Ja, je hebt ook de Piece of Heart Card. Maar natuurlijk ga je naar elk eiland toe. Dus dan hoef je niet per se te weten eigenlijk in welke kaart of waar dan ook een Piece of Heart te vinden is. Want dat is nogal onzin. Sommige eilanden die hebben er heel veel. Bijvoorbeeld Windfall uit mijn hoofd heeft Windfall al alleen al
12 pieces of hearts of iets in die trend. Dus, maar goed, even de wind even goed zetten. Dus even kijken. We kijken naar het noordoosten. Oké. Okay. Nou, echt de kleinste afwijking die kan wel cruciaal zijn. Dus je wil echt zeker weten dat je er goed naartoe staat. En dan kom je zonder enig probleem, kom je dus zeg maar netjes op het eiland terecht. Nou, deze treasure chart die zal... Deze treasure chart die zal ook iets anders eruit zien met de beschrijving. Zoals jullie dus zien, hier heb je die treasure chart. En in plaats van dat er dan staat bij de reward dat het een ruby is of een ding is, zagen jullie dus heel even snel van special chart te staan met tekst. Dus ja, dat is eigenlijk een roodkleurige map. Daar heb je heel erg weinig aan. Natuurlijk voor het editen, om eventjes te weten welke kaart dat is. Ik zie hier staan dat het kaartje 19 is. Oké, dan hebben we dat ook weer gehad. Op naar het volgende eiland. En dit is het eiland waar dat we de zus, broer, neef, nicht van Fie hebben gevonden. Want die konden we naartoe warpen. Alleen maar eventjes op de kaart eventjes neergezet. Meer is niks nodig. En ze zeggen ook dat je daar zeg maar hoe dat je dat kan krijgen. Verder op dit eiland is er op dit moment nog niks te doen. Dus door naar het volgende eiland. Oké, dan. Dit is Spectate Island. Nou, hier hebben we wel het een en ander te doen. Dus dan gaan we deze aflevering gewoon nog even mee door. En dit is ook een van de eilanden waar dus zeg maar de ghost ship te pakken kan komen. Wat de ghost ship is, dat zullen we later aankomen en niet nu. Ik had iets leuks gezien. Bij dit eiland hebben we weer een leuke treasure chart. Dinges. Pieken. Geval. Wat allemaal handig is, wat we namelijk allemaal gaan doen dadelijk, wat er bij ons aan zit te komen. Goed, eventjes kijken. Welke kaart is dit? Want ik ben nou hier wel in de buurt. Eens even kijken. Ik wil even kijken hoe ziet het eiland eruit. Zo. Oké, dan. Ja, ik weet dat jullie zien nou helemaal niks, maar ik ben nou eventjes door de treasure charts aan het bladeren. Dit is van treasure chart nummer 22. Hé, die hebben we net opgepakt volgens mij. Weet ik niet zeker. Volgens mij was dat... Oh, nou, volgens mij was dat dit degene in die submarine. Zou zomaar kunnen hoor. Of dit is toevallig degene van die Five Rock Island, ik weet het niet meer. Oh nee, dat was 19, dacht ik. Ik weet het niet meer, wat zit erin? Ik wil het weten. Show us. Een silver rupee. Joy, oh joy. Dus weer eentje waarvan we zeggen, maar goh, wat zinloos. Nou, maar goed. Deze, Spectate Island. Gaan we eens even kijken, want volgens mij was hier iets boeiends te vinden. Ik weet zeker dat hier iets boeiends te vinden is. Ik weet zeker dat hier iets boeiends te vinden is. Ik weet zeker. Ach, kijk nou, het is onze zakkerijnige vent. Oh. Oh, never mind, I'm staying. Yeah, yeah, step right up. If you have confidence to your target shoot, then why don't you get a shot? It's 50 rupees for a game, wanna try? Yeah. Alright then, now. Whoa, 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 whoa. So, you're the shrimp who thinks he's the target shooting hawkshot, yo? And you say there's nothing but having a job with crying babies in the room. Ha, this should be funny. Fine then, hotshot. If you manage to sink five pirate ships in the horizon, however, if you want to do your intention, we got it. Wat je moet doen hier is, we hebben dus zeg maar 5 doelwitten. En we moeten dus een beetje proberen te vinden op hoeveel dat je, op hoe ver dat je moet schieten. Dus je kunt een beetje zeg maar, je kunt de gradenmeter zien. Je hebt dus 37 graden tot we naar omhoog kijken. Je kunt links en rechts en met A doe je schieten. Nou, het is dus de bedoeling dat we ze alle 5 raken. Het spel kost 50 rubies. Mocht je dus falen, dan kost het weer 50 rubies. Dus, en als het goed is, heb je 10 kanonballen om te gebruiken. Dus ik denk 42. Laten we 41 proberen. Nou, die is veel te ver weg. Dus dan ga ik naar 31. Die is ook nog veel te ver weg. 24 dan. Die is ook nog veel te ver... 17? Oké, dat is 1. Nou, die twee die zaten naast elkaar. Dus ik mocht wel een beetje missen. Oké, dan denk ik dat jullie op... 25. Oh, in één keer goed. En die zit ook op 25. Oh, ik ben goed in dit spel. Hier heb je niet echt een bonus van als je bij wijze van spreken
het in één keer perfect doet of zo, daar heb je geen extra bonus hiervoor. Dus goed, 41! Nee, dat zit er nog iets voor, dus 44. I'm too pro, in één keer, klaar. Wow, nice shooting. But we won't handle our present less so easily, yeah? Miss, hey miss. Hey, El Gonzo, you're at least an honorable member of my family, are you not? So look like it, don't lose your head. You're a talented little kid. I like you. As we promised, here's the treasure. It's yours, so take it. En je krijgt die dus door een piece of heart. Hele leuke reward. Best wel duur om voor 15 rubies dit spel te spelen. Maar als je eenmaal een beetje weet hoe dat werkt, is het niet zo'n moeilijk spel. Nou, als ik op mijn map ga kijken, als ik mijn map überhaupt nog mag zien, zie ik dat het volgende eiland Windfall Island is. Oh, dat daar heel erg veel sidequests kunnen komen, zeg. Dus, zonder enig oponthoud, dank ik jullie allemaal voor het kijken naar deze aflevering. Ik was een beetje te laat met mijn face gebeuren, met mijn selfie dinges. Sorry. En nou doe ik weer een beetje screw-up met de knopjes. Zoals jullie zien, deze aflevering is leuk zat geweest. We hebben verschillende eilanden gehad, we hebben de kaart weer in een ander ingekleurd. En morgen krijgen we dus, ik weet niet hoeveel sidequests op Windfall Island. Ik heb er zo geen zin in. Dus heb je een leuk zo'n momentje, laat het weten in de reacties. En de kans is nogal groot dat we morgen misschien geen aflevering hebben. Of woensdag. Ergens in deze week komt er geen extra aflevering. Aangezien dat we heel erg dicht op de 2000 subs zitten en dat er dan een special gaat komen. Dus heb je een leuk zo'n momentje, laat het weten in de reacties. Laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen dus weer te zien bij een nieuwe video. En maak je geen zorgen. Er komt sowieso elke keer een nieuwe video. En die andere video is gewoon weer een special die er weer aankomt. Ha, zoveel specials. Maar goed, ik dank jullie voor het kijken, jongens. Doei! Oh ja, deze windweker is in HD! Yeah!